Een hele goede middag en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael en ik zeg middag omdat ik ontzettend lang heb uitgeslapen. Het is 11:30, wellicht zien jullie de klok op de achtergrond en denken jullie van het is 7:45. De klok die staat al stil, moeten batterijen in. In ieder geval, het is 11:30, ik ben net onder de douche gesprongen. Ik moet nog wat eten. Ik ga straks even naar de supermarkt om even wat eten voor mezelf te gaan halen. In ieder geval, vandaag weer een drukke dag. Sowieso moet ik mijn schoolwerk bijwerken, want over 2 weken heb ik een toets voor mijn propedeuzevak. Het is erg lastig, want we moeten filmpjes gaan kijken, vermoeiend, samenvatting maken. Het kost best wel veel energie. Maar in ieder geval, dat dus. Maar vandaag ga ik dus ook met de jongens van school even uit eten, want ik ben uitgenodigd om naar Amsterdam toe te gaan. Naar een Turks restaurant. Ik ben erg benieuwd wat het is, want ik ben er nog nooit geweest. In ieder geval, een drukke dag, maar nu eerst even naar de supermarkt, want ik heb ontzettende honger. Ik kom net terug van de supermarkt. Ik heb heerlijke dingen gehaald voor mijn ontbijt. Ik zat dus aan te denken om een heerlijke uitsmijter te gaan maken. Een uitsmijter op mijn manier is namelijk een heerlijke schouderham en een lekker plakjes kaas. En die kaas die ga ik verdelen in bepaalde stukken, zodat het lekker in de pan kan liggen. In ieder geval op een Italiaanse bol doe ik dat. Dat is in ieder geval op mijn manier. En een heerlijke jus d'orange nog even lekker bijgehaald. Want dat is lekker genieten van een heerlijk ontbijt. Zo, mijn uitsmijter die heb ik nu gemaakt. Zie hier het eindresultaat. En even lekker Italiaanse bol zoals ik net zei. Lekker een eitje, hamkaas. Even lekker met peper en zout erop. En je zit heerlijk te eten. In ieder geval, het is mijn lunch. Straks nog even huiswerk maken. Presentatie bekijken voor mijn propedeuzevak. Dat noteren en goed uit je hoofd kennen. Zodat je bij de toets geen fouten meer kan maken. Het is nu 1 uur. Even lekker eten en daarna richting Hoofddorp Station, want daar hebben we afgesproken met studiegenoten, met mijn vrienden, om wat te gaan eten in Amsterdam, zoals ik net al zei. Dus we hebben nu nog 5 uur de tijd om even te gaan leren. Ik heb ontzettende honger en daarna lekker aan de huiswerk. Zo, nou, ik ben nu onderweg naar de bus toe en het is altijd best wel vervelend, want elke keer als je ergens naar iemand toe gaat of naar school, maakt niet uit, dan ben ik altijd wel te laat. In ieder geval, de bus die komt 9 over, het is nog 3 minuten. Moet nog te doen zijn. Maar ja, goed, het is erg vervelend. Als je me kent, dan is het in ieder geval dat ik altijd te laat kom. Ik ben dus nu onderweg naar de bus. Ik ga naar Amsterdam toe. We gaan naar Meram. Dat is een Turkse restaurant bij Slotervaart. Of nee, bij Slotervaart, bij de Slotenplas. Ik haal ze alle twee door de vaart, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, ik ga dus nu naar het station toe. Word ik opgepikt door Umer. Ik ben erg benieuwd, ben daar nog nooit geweest. Maar we gaan het zien. Ja, we zijn nu onderweg naar Meram. Spreekt Meram goed uit of niet? Volgens mij wel. Vraag maar aan de Turk. Ja, ik weet het niet. We hebben hier geen Turk natuurlijk op dit moment. Want die wilde niet meekomen of zo, weet ik veel. Maar ik weet niet hoe jij rijdt hoor, trouwens. Ik rijd gewoon goed hoor. Ja, maar via Hoofddorp. We gaan naar Amsterdam. Gast, ben je ooit naar Osdorp geweest? Ja, natuurlijk ben ik naar Osdorp geweest. Of ga je via Battenverdorp of zo? Rijden. Ja, ga via Leinder. En Aker. Leinden, Aker, ken je wel? Natuurlijk ken ik dat. Ik kom er bijna dagelijks maar niet eens. Wat doe je daar dan? Ik doe er niks. Ik kom daar nog ineens. Nee, nog ineens. Maar je hebt wel een dikke vette zonnebril op hoor. Ja, natuurlijk. Echt gewoon een nice zonnebril. Stilo, toch? Zeker van de Zwarte Markt, niet? Nee, maar Jack and Jones. Jack and Jones? Jezus, waar koop jij die dure brillen, man? Zwarte Markt. Hij is net een wc-bril. Hij is net zo groot. Hij is net zo groot als een wc-bril. Nou, in ieder geval, we gaan naar Meram in Amsterdam. En ik weet niet hoe we rijden. We gaan nu via Hoofddorp tussendoor. Maar goed, dat komt wel goed. Umer is de chauffeur voor nu. Broer, je vertrouwt mij niet, hè? Nee, tuurlijk vertrouw ik jou wel. Oké. In ieder geval, we gaan naar Amsterdam.
staan we hier in Amsterdam, staan we. En dan gaan we parkeren. En dan zijn we gelukkig 50 cent kwijt. Nou, dat scheelt. Voor een... hoeveel uur moest je betalen eigenlijk? Tot 9? 10 minuten. Ja, dat valt ruis mee. Nou, in ieder geval, we staan dus hier in Amsterdam. En we zijn dus onderweg naar Meram. Ik weet in godsnaam niet waar het is. Maar goed, Umer die gaat me wel de weg wijzen. Ja, we zijn hier bij Meram en ik heb net heerlijke iron besteld. Lekker groot glas, heerlijk. Hij is ontzettend lekker. We wachten nu even lekker op ons eten, maar dat maakt niet uit. We zitten even lekker gezellig te kletsen, dus dat is best wel leuk. Heerlijk. Zo, we hebben het eten lekker gehad. Het is een heerlijke shawarma. Jamie heeft ook een heerlijke shawarma. Umer zit daar op de hoek. Heeft ook lekker shawarma. Lorenzo, ik zit er. Ik weet echt niet wat Lorenzo heeft. Zwarmen met een stukje vlees of zo. Wil ik het weten? Het ziet er heel erg, ja, ik weet niet. Het ziet er best wel lekker uit. Maar zwarmen op mijn bord is lekkerder. Ja, heerlijke Turks thee besteld. Hoppakee, hier zo. Hij is ontzettend lekker en. Speciaal voor u? Nou ja, baklava hebben we ook besteld. Speciaal voor u? Lekker baklava, hij is al bijna op. Maar in ieder geval speciaal besteld voor Enes. De vorige keer wilde hij die baklava meenemen naar een meeting, maar toen zeiden we eigenlijk van dat we dit niet wilden. Maar ik heb dus nu een baklava besteld. Dus dat, excuus Ennis, het is ontzettend lekker. De vorige keer, of de volgende keer dat wij een meeting met elkaar hebben, gaan wij even lekker een baklava met z'n tweeën eten. Ennis, je bent beter dan dit. Zo, we hebben heerlijk gegeten. Ze hebben allemaal onze buikje allemaal rond. Ja, mensen hebben voor het eerst baklava gegeten. Mensen hebben voor het eerst baklava gegeten, inderdaad, ja. En Turkse thee. En Turkse thee, nogmaals mijn excuses, Ennis. Nogmaals. Ja, nogmaals. Ja, ik kan beter... Je bent wel heel wat verontschuldigd, man. Ja, maar ja, goed, weet je, Umer die wilde gewoon echt voor zijn tent, waar hij het wilde bestellen, wilde hij gewoon een foto laten maken. Ik weet niet, wat is dan onschuldig? Wat een vieze nakker. Wat een vieze nakker. Okay. Ja, maar... Ik noteer, hè. Ik noteer, wacht maar. Ja, maar kijk, luister, dat is gewoon echt gewoon vies, weet je. Echt, toch? Ik heb ook gezegd dat ik vies ben. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, we gaan nu even lekker een McFlurry even halen, is de planning. En dan gaan we lekker op weg naar huis. En dan zit de avond er alweer bijna op. En nou is het licht uit. Nou is het licht aan. Nou is het licht uit. Zo, zoals jullie kunnen zien ben ik net thuis. Het is ongeveer rond een uurtje of 10, geloof ik. En we zijn nog even naar de McDonald's geweest. We hebben even een smoothie genomen of misschien een McFlurry. In ieder geval, Umer heeft me veilig thuis gebracht. Dat is het belangrijkste van allemaal. Ik ga zo mijn bed in, ga nog even andere films kijken op YouTube. Morgen weer een drukke dag. Ik wil jullie alvast bedanken voor het bekijken van deze vlog. Vonden jullie hem leuk? Steek dan vast een blauw duimpje omhoog. Of abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende vlog.